In een regio worden verschillende grote kriesbeemen pleetst en versierd, zo ook in Dokkum. De aanleiding van deze kriesbeem is onder meer de opnames van het televisieprogramma Joris Kersboom. Voor de vierde keer komt Joris met zijn crew naar Dokkum voor persoonlijke verhalen. Dat hij op een naai naar Dokkum komt, is bijzonder. Juist dit jaar hebben we die verbintenis nodig, want het was natuurlijk een raar, niet een leuk jaar de afgelopen 10 maanden. En het is ook nog niet helemaal over, dus wij dachten, en Joris dacht natuurlijk ook, van wij gaan wel naar Dokkum. Toch binnen de opnames dit hier wel wat oors als oors. Hij komt ergens volgende week, en, want we mogen geen grote ophoping van mensen hebben. Normaal komt Joris tijdens de kerstmarkt en dan zijn er 20.000 mensen hier in Dokkum, dat is prima. En we gaan ook, hoop ik, volgend jaar hebben we dat weer. Maar dit jaar doen we het even heel low en alles gaat op afspraak en alles op de veilige 1,5 meter. Ek in Blije zit een enorme kriesbeem. Als senior wordt zijn grote kriesbeem door de jeugd in het dorp regelen. Het doel is vooral het dorp wat gezelliger te maken. En daar jet Elsie natuurlijk een grotere kriesbeem bij. Vorig jaar was het van mij een goede 12 meter. Ja, die stuurde een meter toen u de vrachtauto was, die was wat lichter. En deze is 15,60 meter. Want hij is een walking floor trailer erin en er stuurde 12 meter uit. Dus dat is dat wel mooi. Nou, zaak van jaren seizoen had hij er in Dokkum nog een van 8 meter. Ja, ik denk dat het dan wel een knoepert van BM is. Het vinden van zo'n grote kriesbeem als in Dokkum en Blije houdt nogal wat in. Want waar hellen zo'n enorme beem? Dochs is het zowel de stad als het dorp beslagen. Ze hebben beide een kriesbeem gekocht van een 86-jarige man uit het Drinske Tiende Veen. Die heeft een veldje waar een aantal grote bomen op groeien. En hij heeft hem zaterdagmorgen gekapt, dus hij is super, super vers. We hadden er eerst heen en wijst met zijn baden om te zien dat het wel wat wie. En dan kwam een hele boswachter uit die niet een PvdB bem hier te staan. Dus dat wie op zich wel mooi. En toen later ben we met een vrachtauto erheen gingen en daar hebben we hem inladen. De kriesbeem in Dokkum en Blije binnen letterlijk een jachtpuntje in deze donkere dagen. Net liep hier al een mevrouw voorbij en die zegt van, oh wat mooi, hij staat er weer. Dit is wat we nodig hebben dit jaar. En dat is precies wat het is. Iedereen wat met kriest. En dat we nou dus eigenlijk wel een beetje het verhaal met deze BM ik nog van, er moet dan wel even iets moois wijzen. Want ja, de corona en alles dan, nou, er moet dan wat opkikkerker wijzen in het dorp. Nou, dat er best een mooie kriesbeem staat.